Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. You are the salt of the earth. You are the light of the world. Wow, ja, fantastisch jullie weer zijn. Zo te gek om weer samen te komen op zo'n fantastische dag. Was goed, hè? Ja, het moet lekker warm blijven, hè? Ja, ik ben helemaal voor. Ja, we zijn weer aangekomen in de Sermon of the Mount. Vorige week hadden we een kleine detour met een fantastische spreker. En het thema van vandaag is talenten en geven. En heeft heel veel te maken met, ja, ik weet niet of je zoveel geld hebt als ik, maar met geld en de talenten die God jou gegeven heeft. En met andere woorden, het gaat vandaag over de meest gevoelige zenuw in jouw lichaam. Diegene die van je hart rechtstreeks naar je portemonnee laat. Dus laten we hier gaan bidden om daar goed op voorbereid te zijn. Jezus, dank u wel dat we hier mogen zijn. Dank u wel dat u leeft, dat u echt bent. Dat we mogen genieten van de woorden die u sprak, daar op die heuvel, met de discipelen erbij en mensen die meer en meer kwamen aanschuiven om te genieten van uw woorden, van uw hart, van uw perspectief als deze, op deze wereld als mens, maar ook als God zijnde. Om die dingen te laten zien waarvan u zo graag wilde dat wij ze ook zouden zien. En we bidden u nu op dit moment, open onze oren, ons intellect en ons hart om te zien de dingen die u zo graag wilde te vertellen. 2014 jaar geleden waren mensen letterlijk stil van werden. Ook als het gaat om geld. Dank u wel. Amen. Ja, we beginnen met een verhaal. Er waren een aantal mannen die zaten in een sauna. En op een goed moment gaat er een iPhone af. En die man pakt de telefoon op. Hallo. Ja, pap, ik ben hier in Amsterdam in de PC Hoofdstraat. En ik heb een ring gevonden. Bij is maar 100.000 euro. Mag ik die kopen, papa? Ah, tuurlijk, schat. Geen probleem. En nu ik het toch aan de lijn heb. Papa, daar hangt hier ook zo'n ontzettend mooie bontjas. Is maar 10.000 euro. Ah, schat. Geen probleem. Papa, als dat geen probleem is. Dat is ook een heel leuk Gucci tasje. Is maar 2.000 euro. Ah, schat. Geen probleem. En de dochter zegt, papa, je bent echt de beste van de wereld en ik hou zo veel van je. En tot snel, hè, papa, kusje, tot snel. En ze gooit de hoorn erop en de man zegt, doei. Hij legt erop en hij vraagt, van wie is deze iPhone? Nou, het is zo relaxed om geld weg te geven wat niet van jezelf is. En dat willen we allemaal en soms willen we ook wel eens de kerstman of Sinterklaas voelen. Maar helaas moeten we hard werken voor ons geld. En moeten we ons afvragen, oké, wat gaan we daar uiteindelijk mee doen? Nou, als het om geld gaat in kerk, dan is het altijd een beetje op glad ijs, hè? Maar ik beloof jullie, we gaan vanavond weg met een nieuwe visie. Als het gaat om geld en de talenten die God je gegeven heeft. En datgene wat Jezus zo graag wilde vertellen, daar op die berg, wat we nu de bergreden noemen. Als je de hele Bijbel leest, is het echt heel bijzonder om, als je al die dingen bij elkaar optelt, dat als het om geloven gaat, dan zie je dat 272 keer lees je over dat je zou moeten geloven. Als het om bidden gaat, lees je dat 371 keer. Als het om liefhebben gaat, 714 keer. Wie is goed een liefhebber? Iedereen. Maar als het om geven gaat, dan lezen we daarover 2162 keer in de Bijbel. Wat wil God jou mij vertellen, die Bijbel 1? Dat geld belangrijker is en dat geven ontzettend belangrijk is. Nou, de vraag is eerst naar het grote plaatje te kijken van wat heb je überhaupt van God gekregen? Jij en ik, toen dat je hier geboren werd op die aardkloot, wat heeft hij allemaal meegegeven? Nou, laten we naar een aantal dingen kijken. Allereerst heeft hij je een persoonlijkheid gegeven. Wie heeft een persoonlijkheid? Allemaal hebben jullie een persoonlijkheid gekregen. Of je het ermee eens bent of niet. Of de andere ermee eens is, ben het niet. Je hebt een persoonlijkheid. En misschien ben je ontzettend introvert. Rustig zit je het liefst een boekje te lezen.
Of misschien ben jij zo'n heel druk mannetje of vrouwtje die altijd ontzettend leuk vindt om met allerlei mensen om te gaan, te praten, te doen en uiteindelijk s'nachts 2 uurtjes slapen en dan opstaan en dan een hele lange dag te hebben. En misschien zeg je, nou weet je wat, ik heb liever elke dag hetzelfde, rustig aan, ik moet mijn ritme hebben, ik moet mijn gevoel hebben. En misschien zeg je net zoals ik wil elke dag wat anders hebben. Als ik naar mijn werk toe ga, moet ik heen aan een andere route hebben als terug. Ik moet gewoon wat anders, het gaat niet door mijn systeem. Iedereen heeft een persoonlijkheid en die heb je van God gekregen. Misschien wat van je ouders meegekregen, ook of je het er nou mee eens bent of niet, maar het is jou. Je hebt je persoonlijkheid meegekregen. Wat hebben we nog meer? Voel eens aan je pols. Met 2 vingers. Wat voel je daar? Je hart. Nou, iedereen heeft een hart. Wat gepassioneerd is over iets. Waarvan je zegt, daar sta ik elke nacht voor op. Misschien is het pizza, misschien zijn het ook wat diepere dingen. Waar je zegt, nou, weet je, ik vind het fantastisch om mensen te helpen. Of misschien vind je het fantastisch om zoals ik op te spreken, om kerk te bouwen. Ik geniet daar ontzettend veel van. En iedereen heeft ergens een passie voor waarvan je buurman of buurvrouw dan zegt, wat je zaai, ken je dat? Waar jij in vuur en vlam in staat en de rest van de wereld, wat maak jij druk? Je hart. Heeft God in je gelegd, kan niemand van je afnemen. Wat hebben we nog meer? Nou, we hebben allemaal van nature een persoonlijke aanleg voor iets. Toen ik jong was, lagere school, voortgezet onderwijs, aardrijkskunde was mijn vak. Topografie, altijd een 10. Repetities, altijd een 10. Voortgezet onderwijs, aardrijkskunde, de grote lijnen van Europa, van de wereld, waar zit de kolen, wat zijn de industrie. Ik hield van het grote plaatje. Ik vond het fantastisch. Op een goed moment kwam ik de klas binnenlopen. Oké, volgens mij heb ik een tentamen. Waarom heeft niemand mij dat verteld? En ik maak dat tentamen. En weet je wat cijfer ik had? 9,7. Ik hou van aardrijkskunde. Daar ben ik gewoon goed in. Van nature. Ik waanzinnig. Dat komt er zo vanzelf uit. Talen spreken. Helemaal fantastisch. Voortgezet onderwijs. Luister doet Engels. 9,7. Nou, vraag niet naar de rest van de cijfers. Natuurlijk aanleggen. Misschien ben jij goed in schrijven. Misschien ben je goed in communiceren. Misschien ben je van nature. Je bent ergens goed in. Ook al zeg je nu, wie ben ik dan? Je bent ergens goed in. Van nature. Nou, wat heeft God nog meer meegegeven? Nou, we hebben allemaal ervaring in het leven. Of ze nou positief of negatief zijn. Iedereen heeft ervaring. En het kan een ervaring zijn van een fantastische opleiding. Dat je papa en mama geld hebben. Dat je een goed milieu vandaan komt. Of misschien wel juist het tegenovergestelde. Dat het iets pijnlijker is. Misschien heb je een fantastische opleiding gehad en was dat hetgene waarvoor die je wilde gaan. Misschien zeg je, ja, ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel veel opleiding gehad. Nou, voor God maakt het niet zo heel veel uit wat voor ervaring het zijn. God zegt, ik pak elke ervaring in je leven en ik buig het om in iets positiefs. En ik heb de meest desastreuze ervaringen in mensenlevens gezien. Maar voor mensen zijn, ik geef het aan God, ik geef het aan Jezus. En die deden daar zulke bijzondere dingen God mee deed. Dat anderen geholpen konden worden. Bizar. Nou, er is nog een laatste die je ook gekregen hebt. Maar niet voor iedereen. Op het moment dat je zegt tegen God, tegen Jezus. Jezus, dat kruis. Dat voor mij. Bedankt, de rest van mijn leven wil ik je volgen. We noemen het de volgeling van Jezus of Christen, hoe je hem noemen wil. Op dat moment word je vervuld van Gods geest en krijg je een speciale gave. Hebben alleen de mensen die Jezus volgen, de rest van de wereld, heeft dat niet. We herdenken daarin elk jaar de uitstorting van de Heilige Geest met Pinkster, precies, jullie weten het allemaal. Pinkster! Al die vlammetjes op die hoofden, dat is wat nog steeds gebeurt. Het was niet een gebeurtenis van 2014 jaar geleden, maar het gebeurt nog steeds zodra je leven, je hart in Jezus geeft. Jezus, you're the man, ik wil je volgen de rest van mijn leven. Ik wil meer worden zoals u. Krijg je Gods geest in je. Dat
natuurlijk gecreëerde vacuüm zoals God jou gemaakt heeft. Wat we willen vullen met van alles nog wat. Met seks, met vriendjes, met carrière, met van alles nog wat. Wordt alleen gevuld met Gods geest. En dat is het meest bijzondere wat het is. En als je mij vraagt, begrijp je dat? Nu, snap je het? Nee, is het zo? Ja. Dat is wat de Bijbel leert. En met Gods geest geeft hij je speciale gaven. En met die speciale gaven kan je de kerk dienen. Heb je iets bij je, wat in dit geval ICF, kan helpen bouwen. Je bent belangrijk. De kerk is niet een gebouw of een organisatie. De kerk, dat ben jij. God in jou. Nou, hoe kan je nou alles wat je gekregen hebt van God, en misschien nog met een bankrekening of er nou veel of weinig op staat, gebruiken? Nou, allereerst, je gebruikt het uiteraard voor de maatschappij. He, waarin je werkt, waarin God zegt, onderwerp de aarde. Doe daar iets zinnigs mee. He, vandaar dat we een overheid hebben, belasting moeten betalen, om alles zoals we hebben, iets bijzonders mee te doen. En zodra je dat inzet in de maatschappij, in een job, in een baan, dan krijg je daar. Ja, moet ik alles vertellen? Geld voor. Ja, nou, of het zoveel geld is als dit, weet ik niet, maar je krijgt daar geld voor. De vraag is, wat doe je met het geld? Oh, jullie willen, maar ik kan het krijgen. De vraag is, wat doe je met het geld? Dat is een cruciale vraag in je leven samen met God. Want het is fantastisch om in de maatschappij te werken en er geld voor te krijgen. Maar onderaan de streep, verkoop je of werk je mee aan een product of een dienst? Nou, hoe spannend is een product of een dienst? Het kan awesome zijn. Een mooie smartphone of een mooie internet service. Of misschien wel werk je in een broodjeszaak waarin je echt een lekkerste broodjes hebt. Maar onderaan de streep, het blijft een broodje. Is zo. En misschien ben je schilder en zeg je, oh, moet je kijken, het is wel zo. Ja, ik blijf ver van haar, toch? Belangrijk, maar niet het eind van de wereld. Maar soms gaan we er weer om, alsof het eind van de wereld is. Een van mijn favoriete voorgangers zegt, de beste voorgangers en leiders zitten in het bedrijfsleven, want er zit het meeste geld, de mooiste posities, de beste macht. Maar je kunt ook zeggen, hey, weet je wat, ik zet het in voor de maatschappij en ik verdien er wat geld mee. Maar misschien zeg je, weet je wat, misschien moet ik iets terug gaan geven aan God, die me zoveel gegeven heeft. En dat was precies het verhaal dat Jezus hield tegen die 12 discipelen, tegen die mensen die geld hadden. En door de Romeinen uitgeknepen werden, want ze moesten een hoop belasting betalen. Nou, voor zoveel was dus in Nederland de weg niet, maar laat me een voorbeeld geven. 1, 2, 3, 4, 5. In die tijd moesten de mensen op 3 manieren geld geven. De eerste was een no-brainer voor de gemiddelde Jood. 10%, tja, voor God. Dachten ze niet over na. En dat brachten ze bij de tempel om de tempel te onderhouden, zodat we God konden aanbidden op een bijzondere manier, zoals we dat eigenlijk nu doen, wat past in deze tijd. Een ander deel ging als aalmoes naar de mensen die arm waren, die ziek waren. Doe je dat tegenwoordig nog steeds? Nee, natuurlijk niet, want daar regelt de overheid wel voor. Het wordt wel steeds minder. He, voorheen deed het voor je, nu zegt ze, nu mag je het zelf weer gaan doen. He, een beetje aalmoezen, mantelzorg, bekend allemaal. En een ander deel ging regelrecht naar de belasting. De Romeinen, de Italianen, voor die tijd. En ze vonden dat verschrikkelijk en ze werden uitgeknepen. En van de rest van het geld kon je leven. Maar sommige mensen denken, ja, we moeten alles aan God geven, we moeten arm leven. Dat is niet wat God zegt. Weet je dat verhaal van Adam en Eva, lang, lang, lang geleden? Heel lang geleden. Wat was het allereerste gebod wat God gaf aan Adam en Eva? Nou,
Je mag dit niet, je mag dus niet, je mag zo niet. Nee. Het allereerste. Wat God zei tegen Adam en Eva. Ik heb dit allemaal voor jullie gemaakt. Geniet ervan. Wauw. Wauw. Dat is een God die ik ken. Dat is een God van vrijheid. Een God van genieten. Een God van die zegt... Ik heb de wereld gemaakt om jou erin te zetten. Niet om je dwars te zitten. Maar om van je te houden als een zoon of als een dochter. Mijn gezin, mijn familie. Dat ze, die twee boompjes die doen, die laten lekker staan. Het is een God van vrijheid. Die zegt... Geniet van wat ik geef. Maar geloof je dat ik besta? En durf je van alles wat ik je gegeven heb iets terug te geven? En voor de Joden was het een no-brainer. Nou, laten we een aantal manieren kijken hoe je kunt geven. Laten we beginnen bij een fantastisch vers wat Jezus noemt in Matthäus 6 van de Bergreden. Let erop dat u goede werken niet doet om bij de mensen op te vallen. Want dan krijgt u geen beloning van uw hemelse vader. Wanneer u een arm is, geef bazuin het dan niet zomaar rond. Dat doen deze schijnheilige mensen. Het gaat hen erom iedereen in de synagoge en op straat te laten zien hoe goed zij zijn. Ze willen door de mensen geprezen worden en daarom hebben ze hun beloning al gehad. Nou, in die tijd werd er op twee manieren bazuind. De eerste manier was dat er een hongersnood was en in de huizen waar nog eten was, dan hadden ze 's avonds, gingen ze op de bazuinblazen laten zien, hier is nog eten. En de andere kant was... Een begin van een feest. Om te laten zien dat er iets bijzonders zou gaan gebeuren. Nou, Jezus heeft hier inderdaad over tiende geven of aalmoezen geven aan de armen en de zieken. Belasting betalen en genieten van de rest. Maar hij heeft het heel specifiek over drie doelgroepen. Die denkt van, hey guys, zo zit de wereld niet in elkaar. De eerste was de rijken. En die gaven zoveel geld om te laten zien hoe goed ze wel die waren. En eens kijken hoeveel geld ik heb. En dat... In Rijsburg zeggen ze, van mijn stapel. Moet de kosten dan? Koop ik toch gewoon de hele tent? En hij zegt, hey guys, weet je, het gaat er niet om te laten zien hoeveel je hebt. Maar misschien gaat het erom om te laten zien hoeveel je geeft. Het tweede waren de religieuze mensen. Ah, die mensen waren op de hoek van de straat en die bidden helemaal heilig. Halleluja, amen, we zijn zo goed. En hij zegt, hallo zeg. Wil je echt met me praten? Zoek dan een achterkamertje op en ga bidden op je knieën. En laat het diepste van je hart zien. Het gaat niet om te pochen. En de derde waren de schijnheiligen. Dat waren die mensen die kwamen tegen. Hoe is het? Ja, slecht. Hoe gaat het? Ja, slecht. Hoe ben je nu? Ik ben een vaste. Ja, ik ben heel heilig. En ik ben goed bezig. En blablabla. Hey guys, het is je hart. Als je wilt vasten, prima. Doe het in je privé. En tussen, dat is iets tussen jou en tussen God. Nou, laten we naar een aantal manieren nogmaals kijken van geven. De eerste is religieus geven. Malachi, een van mijn favoriete versen. Maar als je het verkeerd uitlegt en gebruikt, dan wordt het heel vervelend. Oh nee, mag een mens God beroven? Beslist niet en toch heeft u mij beroofd. Wanneer hebben wij u beroofd, vraagt u dan. U heeft mij beroofd omdat u de tiende... En de gaven die voor mij bestemd waren, niet heb gegeven. Daarom wordt u getroffen door vreselijke vervloeking van God, want het hele volk heeft mij beroofd. Nou, ik kom uit een religieus dorp vandaan. En weet je wat er vaak in een religieus dorp gebeurt? Je moet dit, en je moet dit, en je moet dit. En als je dat niet doet, dan ga je naar de... Ja, dan ga je naar de hel, of mag God, vindt God je niet aardig, en dan ben je een slecht christen. Als het zo makkelijk was... Dan valt er nog veel meer uit te leggen. Maar Jezus wil zeggen, hey guys. Ik heb je zoveel gegeven. Durf je te laten zien. Door iets terug te geven dat ik werkelijk besta. Want dat is eigenlijk wat het is. Want geld is zo fysiek voor jou of mij. Je moet het keihard verwerken. Kijk, je leven en je tijd en je energie, die krijg je bijna van niks, toch? Maar je geld. Dat staat natuurlijk ook. En God zegt... Geloof je echt dat ik besta? En durf je te geven? De tweede manier van geven is slim geven. Jullie zijn slim, hè? Oh, jullie zijn zo slim. Lees met me mee, Lucas 6. Geef en u zult iets terugkrijgen. Aha.
je geeft, dan wordt het... Wij zijn Nederlands, hè? Geef en je krijgt iets voor terug. Voel wat, hoort wat. Nou, dat vinden we allemaal top in Nederland. Meer dan overvloedig zult u ervoor terugkrijgen. Met de maat waarin u meet, zult u ook gemeten worden. Nou, ik hou van dit soort versen die vol staan met beloftes. Als je dit doet, dan krijg je dat. En als je zus doet, dan krijg je zo. Dat is typisch God. Maar weet je wat het punt is met God? Je kunt God geven. Maar je krijgt nog meer terug. Wie houdt ervan? Jullie allemaal, jullie zijn Nederlanders. We houden ervan om iets te geven en nog meer terug te krijgen. Maar dat is zo typisch God. God is niet... Heeft God die geld nodig? Grapje zeker. God heeft alles al. Alles wat we hebben, alles wat we bezitten, is een zegen van God. En God heeft je geld niet nodig. Wat wil hij? Je hart. Je hart is zo kostbaar. Je hart is zo kostbaar. We hebben straks een fantastisch collecte nummer. We waren een man. We hebben trouwen met een dame. En die dame wil niet. Je kan het niet ownen. Je kan het niet afdwingen. God kan je hart niet roven. Plat drukken. Omdat je iets zou moeten doen. Een hartzaak is een hartzaak. R.G. Letourneau. Amerikaanse zakenman heeft het volgende gezegd. Hij was uitvinder van grote landbouwmachines. Ik schep het geld eruit, ik geef het. En God schept het iedere keer weer terug in mijn portemonnee. En toch heeft God een grotere schep. En dat is zo'n typisch God. Dat was de ervaring van de beste man. En dat is de ervaring van zoveel andere mensen. Nou, toen Mirjam en ik jong waren, we gingen trouwen. Hebben we vanaf meet af aan gezegd, oké, schat, we gaan trouwen. En de rest van ons leven gaan we kerk bouwen. Met baan, zonder baan. In deze omgeving, andere kant van Nederland, liefst niet in Groningen of Friesland. De rest van de wereld, oké, misschien niet Azië. Vanwege alle bugs en zo, weet je. We bouwen Gods kerk en vanaf die tijd hebben we ook gezegd, we geven altijd onze tiende. En het liefst nog veel meer als dat. En als je dan ziet wat God door de jaren heen doet, is zo bizar. Natuurlijk is het makkelijk als je veel geld hebt. En in het begin waren we dikke tweeverdieners. En ik had een goede baan. Ik was general manager. En ik was een top salaris. En meer werkte fulltime in onderwijs. Ze had slecht betaald. Dus nou, ik weet de salaris er ook niet. Dus helemaal prima. En dat paar keer opgeteld. En denk En sommige mensen zeggen, ja, maar dat is makkelijk om te geven. Ja, maar als je dat geld geeft, is het nog steeds heel veel geld. Is dat? En we hebben altijd gezegd, we doen het en we blijven het doen. En we hebben gezien dat God elke keer weer geeft, geeft, geeft en teruggeeft. En dat is zo bizar. En mijn laatste baan was voor mij echt een geschenk van God. Ik was op zoek in 2006 naar een baantje. De arbeidsmarkt was niet zo slecht zoals nu, maar was slecht. En ik had één advertentie gezien in het Engels. En ik dacht, oké, wat zij kunnen, kan ik ook. Brief geschreven in het Engels. Check. Dag later word ik gebeld. Hey, wil je jou hebben? Ik kom in het bedrijf als kwaliteitsmanager. Een half jaar later word ik gevraagd om het T-team te gaan. Weer een half jaar later word ik gevraagd om het bedrijf te leiden. Ik dacht, God, waarom ik? En ik kon er maar één ding van maken. God zegt, ik maak je klaar voor iets groters. Omdat je in de kleine dingen wat te zien. Dat je beter bestaat. Dat je investeert in mijn kerk. God geeft altijd groter terug. Er is nog een manier van geven. Nog slimmer geven. Komt-ie. Matthäus 26 zegt, u kunt beter uw kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar ze nooit zullen vergaan. Of worden gestolen. Nou, dit is een groot probleem. Want jullie zijn heel erg slim, maar de generatie van jonge mensen is, we hebben daar een uitspraak voor. Dat is, YOLO. YOLO. You live, live what? You live what? Hey, woo, awesome. Alsof er geen God is. Alsof er geen hemel is. Alsof er geen eeuwigheid is. En guess what? Die is recht. Dat je het niet ziet is wat anders. En God zegt, weet je, werk in de maatschappij, geld verdienen, je eigen koninkrijk bouwen met alles wat je hebt. Awesome. Maar zoals mijn opa en oma zeiden, je kan niks meenemen. Je kan niet een aanhangwagentje met je huis, met je auto, met je zo achter die kist staan.
pas ook niet in het graf. Dus ik... En gelukkig heb ik er ook dromen gehad die zeiden: als wij sterven, dan is er niks meer. Het valt er niet zoveel meer, hè, pa? Het voordeel was dat de kleinkinderen, elk oud en nieuw, en januari, je wist waar je naartoe moest. Weet je, 20, 25 euro. Was de normaalste zaak van de wereld. Dan hebben we het niet over 10 kleinkinderen, maar een stuk of 60 of zo. Dat is hard, weet je. En dat was zo fantastisch om met die mensen om te gaan. En dat is wat ik altijd heb gezien van die mensen die hebben meegemaakt. Dat als je in God investeert, dat je altijd meer terugkrijgt. En dit was zo'n man zoals James Craft, Amerikaanse zakenman. En hij zei, de enige investering die keer op keer in stijgende dividenden heeft uitbetaald, is het geld wat ik aan God gegeven heeft. In Gods kerk investeren. En dat doet iets. En misschien zeg je, ja, maar ik zie het niet. Dan wil niet zeggen wat het niet is. En vanaf het begin van reis, chef, zolang we getrouwd zijn, hebben we gezegd, wij gaan onze tiende geven en het liefst nog veel meer dan dat. Om betere werknemers te worden. Om meer geld te verdienen. Niet op onze eigen koninkrijk te bouwen. Maar in Gods kerk te steken. Nou, als je werkt voor de samenleving, krijg je salaris terug. Maar als je investeert in Gods kerk, is de goede vraag, wat komt daaruit vandaan? Nou, ik heb mensen binnen zien komen lopen. Zakenmensen. Die werkten voor het geld. En die zeiden, Harry, fantastisch. Wat brengt me geen geluk? En ze gingen groter denken. En ze zeiden, Harry, wat doe jij hier in deze kerk? En ik zeg, simpel. Het gaat om twee dingen. Het is God en mensen. En er komen hier jonge mensen binnen. Mannen, vrouwen, studenten. Die niet weten waar ze vandaan komen. Niet weten wie ze zijn. Niet weten waar ze heen gaan. Destructieve gewoontes in hun leven hebben. En dat is wat ik geloof dat kerk moet zijn. De plek waar je ware identiteit tegenkomt. Waarin je zegt, God heeft mij gemaakt. En hij houdt van me. Dat is wat ik ben. Dat maakt me waardevol. Niet die positie, niet die baan, niet die... Het is God zelf die zegt, jij, jij en jij. Je bent bijzonder. En die mensen komen binnen en gaan in een small group en komen in relatie met Jezus. En binnen een half jaar, binnen een jaar, zeggen ze, wauw, was ik dat een jaar geleden? Dat is zo diep, God. Daar investeer ik in. Want die mensen veranderen voor de eeuwigheid. En dan wordt het spannend. Een aantal jaar geleden wilde ik graag een loonsverhoging hebben. Ik had visie voor kerk en ik had meer geld nodig. En ik wist dat ik een goede werknemer was. En ik ging naar de directeur-eigenaar en zei, oké, dit is wat het is. En wat wil je? Nou, het valt maar één kant op, het is de man. Lastig. Hij kreeg een loonsverhoging en het geld hebben we in de kerk gestoken. Maar we kregen altijd een bonus. Dat was een totaal maandsalaris. Awesome. Hij zegt, ja, je hebt je bonus verdiend. Ja, snap ik. Maar ik heb een speciaal verzoek. En ik schoof tot 2 jaar toe een rekeningnummer van de kerk onder zijn neus. Hij zegt, is dat je rekeningnummer? Ik zeg, die heb je al. Zeg, dit is van de kerk. En ik zat daar met een bonzend hart, een beetje knik in de knie. Ik denk, wat zou die daarvan vinden? En hij vond het gek. En hij vond het weird. Want 2 keer toe het volledige bedrag overgemaakt. Dat is fantastisch. Ik bedoel, normaal krijgt het uitbetaald, gaat de helft aan de belasting. Nu ging het gewoon volledig naar de kerk. En hij kan het nog aftrekken van de belasting ook. Awesome. Hij zegt, mag ik dat vaker doen? Ik zeg, tuurlijk. Dan leef je niet meer voor een carrière. Dan leef je niet meer voor een baan. Dan leef je niet meer voor je salaris. Dan leef je voor een hoger doel. Want je hebt die mensen in gedachten die binnenkomen in die kerk, die God niet kennen, die God gaan vinden, die hun identiteit vinden, die weten dan waar ze vandaan komen, wie ze zijn en waar ze heen gaan. Dat is een eeuwigheidsprincipe. Je ziet het niet, maar wil niet zeggen dat het er niet is. Want we kijken naar de volgende, vrolijk geven. 2 Korinthe 9 zegt het volgende, God houdt ervan dat u met een blij hart geeft. Nou, ik vind het zo fantastisch om voorganger te zijn van deze kerk en
te zien hoe mensen geld geven maand in, maand uit, dat er automatisch dat stort. In het begin van het jaar hadden we 22 mensen. In een half jaar tijd zijn er 17 mensen bijgekomen die zeggen, dit is mijn plek en dit is mijn kerk. En God gaat het allereerste deel van mijn salaris krijgen. En dat zijn mensen die zeggen, wat God gedaan heeft in mijn leven, ik kan het nooit terugbetalen. Laat ik iets teruggeven wat God doet in mijn leven, waardoor die echt wordt en echt is. En nog tastbaarder. En waarom zijn die mensen zo vrolijk? Easy. Die mensen gaan geven en die gaan merken, God geeft altijd meer terug. Meer en ik hebben we jaren gehad met ontzettend veel geld. Maar de afgelopen 2 jaar dat we fulltime zijn gaan werken voor de kerk, was ons salaris echt mini. En vorig jaar waren er zeker 3 maanden bij waarin we 300, 400 of 500 euro tekort hadden. Maar ik wist, God, ik investeer altijd in uw kerk. En zeker in die moeilijke periodes hebben we God altijd gegeven wat hij toekomt. Omdat ik geloof dat als ik niet mijn tiende deel als eerste aan God geef, wat geloof ik dan? Dat ik eerst zelf voor mezelf moet zorgen, of dat ik eerst mijn tiende aan God geef zodat hij voor me kan zorgen? En tot 3 keer toe in dat jaar hebben 3 mensen een envelopje gegeven, precies het juiste moment, de juiste maand, met 300, 400 of 500 euro. Dan wordt God zo tastbaar. Dan wordt God zo echt, dan geeft hij zo'n grote glimlach op je gezicht. Dat kan niemand meer van je afpakken. En het is natuurlijk niet zo dat ik iedereen even een mailtje rond kan sturen. Hey guys, we hebben een beetje tekort. Heb je nog even wat? Heb je een mail gehad? Dat is nooit gestuurd. Dat is God geest, dat is God echt. In de face. Onomkoombaar, je kan er niet omheen. Juiste moment, juiste tijdstip. Heb je de guts om te geven? Heb je de guts om ergens voor te gaan staan wat je niet ziet? Daar word je blij van. Daar word je vrolijk van. En dat kan niemand. Niemand je meer afpakken. Sir John Templeton, een fantastisch zakenman en investeerder, zei, in de loop der jaren heb ik als investeringsadviseur meer dan 100.000 gezinnen gezien en bezocht. Ik heb altijd meer welvaart en grotere tevredenheid ervaren bij de mensen die hun tiende gaven dan bij de gezinnen die dat niet deden. Nou, dat is wat mensen doen, die geloven in iets groters, iets wat echt is. En dat was voor de Joden de normaalste zaak van de wereld om hun tiende op tafel te leggen, omdat ze wisten, daarmee onderhouden we de tempel, het huis van God, waar ik God kan aanbidden, waar ik God kan dienen, waar mijn kinderen en achterkleinkinderen ook naartoe kunnen gaan, zodat ze God leren kennen, zodat ze Jezus in hun hart aannemen, zodat ze gaan ervaren wat het is en een relatie met God te hebben en elke dag weer met hem te leven. Dat is een visie. Dat maakt werk pas echt leuk. Door al die projecten die ik voorbij heb zien komen met de grootste farmaceut van Europa, die maakte me veel interessanter, omdat ik hield van die mensen en dat ik wist, als ik hier een goede job doe, krijg ik wat voor terug, waardoor ik grotere dingen kan doen. Dat maakt mijn klanten nog veel leuker. Dat maakt jou van studeren, hè? Tussenjaartje gehad? Woehoe! Lastig! Is het zoveel mensen met een tussenjaar die niet weten wat we willen en we denken dat als we de boot missen, dat we terug bij af zijn? God heeft je zoveel gegeven. Ik geloof in opleiding. Ik geloof dat je moet studeren en dat je er moet van genieten. Zodat je het als een springplank kunt gebruiken. Om een goede baan, een goede positie te krijgen. Zodat je die munten kunt krijgen en kunt investeren. Voor een hoger doel. Als een product, een dienst, een fantastisch huis, een fantastische auto. Maar ik geloof dat God graag wil dat je ook de dingen hebt waarvan je hart zegt, wauw. Ik hou ook van auto's. Sterker nog, ik hou van Audi's. Mijn favorite car is de Audi A4. Ik heb er geen een, maar ik droom er wel van. Omdat God economie uitgevonden heeft.
Door alles wat wij bedenken, heeft God al lang bedacht. En God zegt, het is goed om economie te hebben. Het is goed om producten en diensten te hebben. Het is goed om geld te verdienen. Maar wat niet zo goed is, is om alles voor jezelf te houden. God zegt, geloof je dat ik echt besta? Geef me iets van alles wat ik jou gegeven heb. Als we kijken naar de laatste. Geef door geloof. Heb ik mijn hoop gevestigd op goud, zegt Job. Het van het fijnste goud gezegd, daarop vertrouw ik. Maar er komt een goed moment in je leven, vroeg of laat. En misschien is het wel nu waarin je zegt, zet ik mijn hoop op die carrière, op die positie en dat geld wat ik wil, ben ik dat? Of zeg je, het geld is een springplank tot grotere en mooie dingen. En God, die je misschien niet ziet, die je misschien niet ervaart, zeg ik, ga iets geven aan iets wat ik niet zie, maar ook niet ervaar. Om te ervaren dat het wel degelijk is. En op een goed moment ervaar je dat het geld, positie en een baan niet alles is. En dan moet je het hebben van degene die er altijd is, die je nooit in de steek laat, die nooit minder waard wordt. Sterker nog, die altijd weer meer wil teruggeven dan jij hem geeft. Je kunt God niet uitgeven, je kunt hem altijd meer krijgen dan wat jij geeft. En als het geld er niet is en die baan er niet is en die identiteit er niet is en die waarde er niet is, dan zegt God nog steeds, ik hou van je. Ik geloof in je. Doe grotere dingen. Geloof in grotere dingen. Er is meer dan het verkopen dan een product en een dienst. En dat is te investeren in zijn kerk. In het lichaam van Christus waar hij zo voor stierf. Om die plek te creëren waar warmte, veiligheid, vriendschap is. Waarin mensen Jezus kunnen leren kennen wat ze mensen zien. Wat jij hebt, wil ik ook. Dat is het lichaam van Christus. De kerk. In het mooiste zoals die moet zijn. En binnen ICF zeggen we, if you have a need to plant it, see. Je stopt het in de grond, je geeft iets en je ziet niet direct iets komen. Maar vroeg of laat komt er iets uit groeien waarvan je de vruchten kunt plukken. En dat is precies wat kerk is en wat God voor jou wil doen. Zo samen weer. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u zo uitbundig en zo gepassioneerd over geld sprak. Omdat u mensen niet het geld wil afnemen. Maar laten zien dat onze gaven, talenten, te investeren in het bedrijfsleven, in de maatschappij, ons iets oplevert. Maar dat het geen doel in zichzelf is. Om te laten zien dat er een hoger doel is. Door die gaven en talenten in die maatschappij te steken naar kennis, know-how, geld in te verdienen. Maar het te investeren in iets wat groter is, machtiger is en belangrijker is. Dus uw kerk, uw lichaam, de mensen die zeggen, mijn God is mijn leven. Want u leeft in ons. Letterlijk. Die mensen bij elkaar die u elke week aanbidden, die elke week geven, die elke week vieren dat u werkelijk bestaat, dat u leeft in ons en dat u bijzondere dingen doet in ons leven. Dat is uw kerk. Waarin mensenlevens tot nieuwe bloei komen, waarin nieuwe jonge mensen weer perspectief krijgen, waarin echte liefde, echte vrijheid, echte warmte kunnen ervaren van een God die in ons leeft. Dat is hoe een kerk altijd gezien heeft. Een plek waarin de waarheid hoog gehouden wordt. Een plek waarin mensen zichzelf kunnen zijn, niet veroordeeld worden. En nu we vrij kunnen zijn om ons hart te laten spreken. Want u weet dat niemand zijn hart gedwongen kan worden. En is dank u wel voor die vrijheid die ons gegeven heeft om te genieten van het leven. Te genieten van alle dingen die u ons geeft. We zijn zo gezegend. In dit
land, in dit dorp, in deze stad, in het westen. We moeten onze ogen open laten gaan om iets terug te geven van wat u ons gegeven heeft. Om niet alleen kerk te bouwen hier in Leiden of in Rotterdam of Amsterdam of aan de andere kant van de wereld waar mensen het zoveel slechter hebben. Om de wereld een klein beetje beter te maken. Dat was altijd al het doel geweest met uw kerk. Deze waar u zoveel stierf, waar u zoveel van haat. Help ons om ons hart groter te maken. Openen te maken. Door simpelweg te gaan geven. Misschien een klein beetje het meer te laten groeien. Net zoals het geloof. Dat het elke dag groter mag worden. Steeds echter, steeds reëler. Deze dat vragen we vandaag. Omdat we u willen ervaren in ons leven. Omdat we u willen zien in ons leven. Omdat we u willen aanraken in ons leven. Met alles wat u terug gaat geven. Gevraagd of ongevraagd. Want u bent als een vader die kind zijn allerbeste wil geven. Dank u wel.